Goedemiddag, meneer Van der Meche. Komt u binnen? Zullen we even binnenkomen? Ja. Dus ik ben begonnen in 2 januari 1964. Ja, bent u zelf begonnen? En dat was aan de Piet Heijnstraat? Wij woonden toen aan de Piet Heijnstraat en daar had ik boven mijn kantoortje ingericht. Ja. En toen kreeg ik ook te maken met de eerste accountant, Bernhardje Monnikoff. En die zei, nou, dan moet je kassaldo weten. Ik zei, kassaldo, ik heb 11 gulden en 32 cent in de grip. Hij zei, dat mag dat kan niet. Dan maken we 1132 gulden van. Ik zei, ja, dat is frauderen, dat mag ook niet, want ik heb het niet. Nee. Maar zo heb ik het ingevuld. 1132 gulden. Ja. De tijd is toch verjaard, dus daar kan me niks over komen. Ja, dat kun je nu rustig zeggen. Ja. U bent in het jaar begonnen en er zijn nog wel wat leuke opdrachten gekomen. Aan het eind van het jaar, hoeveel werknemers had u toen al? Aan het eind, we zijn in januari begonnen met drie mensen. Want ik nam werk over van mijn oude baas en ook het personeel. Dat kon toen heel makkelijk. Dat was één pennenstreek en dan nam je het personeel over. Tegenwoordig geloof ik dat de mensen daar ingenieur voor moeten zijn om dat te kunnen. Dat hoefde toen nog niet. Mensen kwamen zo over en werken bij mij en kregen salaris. En op het eind van het jaar hadden wij 45 mensen. Ja. De eerste opdracht die u met uw bedrijf had, kunt u zich dat nog herinneren? Ja. Ik moest voor de Kamer van Koophandel moest ik ingeschreven staan, maar dan moest ik ook een opdracht hebben. Dus ik ging naar meneer Harbering van het GB Oldenzaal. Ik zei, meneer Harbering, ik kom straks voor de GBB, heb ik werk overgenomen, kom ik voor u aan het werk. Ik zei, maar ik moet zelf ook een opdracht hebben. Hij zei, nou, ik moet een waterleiding gelegd hebben van het pompstation aan de Bergstraat naar het waterwindgebied bij het toenmalige woonwagenkamp. Nou, die nam ik aan voor 5875 gulden. En dat kreeg ik mooi op papier van meneer Harbering van het GB Oldenzaal. En daar kon ik mee naar de Kamer van Koophandel. Toen was het bedrijf ingeschreven. Ja. En dat was schitterend in die tijd, want ik heb daar toen nog zelf aan meegewerkt. En dat is toch wel leuk om dat nog even te vertellen. Toen stond Lies met de woonwagen op het woonwagenkamp. Van Lies. Van Lies. Ja. En Jan Bouwmeester, onze voorman fitter, die moest wat vet hebben om de boten te smeren. Ja. Ik zei, domme Jan, ik heb geen fit. Nou, zeg ik, nog even naar Van Lies zeggen en al even een klont roomborden. Ik zei, roomborden? Ja, zeg, op woonwagenkamp gebruik toch geen margarine, dul. Die heb roomborden. Heb ze in Nemmen zitten. En voor Rimpel, ik ging naar Van Lies toe en zei, wat moest hem? Ik zei, ik moet een klotte roomborden hebben. Oh, hier zeggen, hou mijn handen Nemmen. Dat was een waar verhaal. Ja. Oh, mooi, en Jan had vet om de boten in te smeren. Ja. Schitterend. Prachtig. En Peter zei, pam, mag ik het bedrijf niet overnemen? Ik zei, jij, je bent toch accountant, wat wil jij nou met dat bedrijf doen? Hij zei, ik zou dat bedrijf dolgraag overnemen. Nou, hij zei, maar ik heb daar een paar, toch een paar dingen bij nodig. Hij zei, A, moet je me inwerken? B, moet ik een goede opleiding van je hebben? Hij zei, zo. Ik zei, en ik wil met 55 jaar stoppen. Nou, maak ik. En die zegt, oh, doe dat maar dan wacht maar tot 60 jaar. Nou, en zo is het gebeurd. Peter heeft het bedrijf overgenomen. En tot heden en dagen moeten wij het eerste woord nog met elkaar krijgen over de overdracht. Ja. Het is echt een overdracht die in geen enkel boek te beschrijven is. Ja. Een hele keurige overdracht. Eén week lang heeft er een postbakje, dat stond op Haasiers, bij Peter op bureau gestaan. En dat heeft hij na een week, was ik de taak kwijt, toen stond bij Ben Olderschotneus, de financiële man van de Siersgroep. Die heeft dat postbakje tot zich genomen. En daar zit ik regelmatig, dat is ook mijn financiële man. Ja, want alles wat hij voor die tijd voor mij deed, doet hij nou nog voor mij. Ja. En nu eind januari neemt Ben Schotneus afscheid. En wij blijven samen, we krijgen nog een ander hokje bij de Siersgroep. Ja. Dat heb ik gehuurd van Peter. En daar gaan we met ons bijen af en toe nog zitten. Oh, ja. En dan kom ik ook in het bedrijf. En dan, als ik zie dat Peter geen bezoek heeft, loop ik even binnen. Ja. En als hij me een dag gemist heeft, dan belt hij staat een paar. Is er nog wat bijzonders? Ik zeg, nee, ik heb niks. En als hij hele grote dingen doet, zoals een kantoor koopt in Ridderkerk, dan zegt hij, pa, ga je het mee? Ga eens kijken. Ja. En dan zeggen we niks tegen elkaar overdag in staat. Dan belt hij, wat zou jij doen? Ik zeg, nou, ik zou dat kopen. Nou, en dat heeft hij dan ook nog opgevolgd. En dat is wel leuk. Ja, maar verder bemoei ik me nergens mee. Ik ben geen commissaris, hij heeft externe commissarissen, heb ik ook altijd gehad. Ja, u zegt net van meegaan, opkopen van bedrijven. U hebt in de loop der tijd ook heel wat bedrijven nog overgenomen, hè? Nou, ik zelf maar eentje. Ik heb zelf in de tijd, in 1968, in tijd van een half uur heb ik Wimke Muller, het loodgietersbedrijf aan de Steenstraat, gekocht. Omdat Wim Muller zat verlegen om een chef-monteur en die was bij ons in dienst al, die kwam van hem. Dus die moet ik weer hebben. Hij stortte er ook nog wat. Maar die moet op de Carmel werken. Ik zei, ja, die kreeg ze niet. Hij zei, maar wat is het bedrijf dan niet kopen?
Ik zei, wat moet dat dan kosten? Ja, dat moet 100.000 gulden kosten. Dan is het nu verkocht. Ik zei, dan kom je dat vanavond wat deurproren. Nou, dat heb ik geweten, dat ik dat voor 100.000 gulden betaald heb. Tjonge, jonge, jonge, dat was mijn aankoop. Maar daar heb ik heel veel van geleerd. En later heeft Peter verschillende bedrijven gekocht. Die heeft Boswerger Borne gekocht. Dat was een bedrijf wat zich bezighield met aardelektroden, overspanningsbeveiliging. Hij heeft de Haco in Wierden gekocht. Dat was een bedrijf wat zich typisch bezighield met telecommunicatie. Ja. In de breedste zin van het woord. Ja. Wat heel nauw paste bij Mullen. Dat is nu ook samen, dat is ook uit Wierden vertrokken. Dat zit nu ook in Oldenzaal. Boswerger Borne heeft een andere naam gekregen. Dat heet de Bopa. Dat is ook een bloeiende zaak. Die draait ook in Oldenzaal. Nee, alles is nu geconcentreerd als hoofdbedrijf in Oldenzaal. De totale Siersgroep. Met een stuk of 5, 6 nevenbedrijven. En dan met vestigingen in Ridderkerk, Duiven, Zwolle en nog diverse kleinere bijkantoren. Ja, ja. Door den landen. Nu zitten we anno 2004. Hoeveel werknemers heeft de Siersgroep nu? Ik denk dat de Siersgroep nog zo rond de 450 werknemers zelf heeft. Met heel veel gedetacheerd ingeleend van collega's. Ja, ja. Het bedrijf Siers, dat staat op het industrietrein. Maar daarnaast zijn dus nog andere panden opgekocht waar dan de Bopa en die bedrijven... Ja, maar die staan ook op de industrieterrein. Dat is het bedrijf van Onklin wat failliet ging. En dat zit aansluitend aan het bedrijf Siers. Dat is er ook bijgekocht. Ja. En er is bijgekocht de oude machinefabriek van Cefla Looien. Die staat aan ook op het industrieterrein, ook aanpalend aan het bedrijf. Alles zit aan één. Ja, ja, ja. Daar heb je dus Tabelin. Tabelin zit daar ondergebracht. Daar zit een spuitcabine in van Siers, daar zit een opslag voor materialen in. Ja, ja. Zit allemaal gecentraliseerd op het terrein aan de Schuttersveldstraat, zeg maar. Nou, dan gaan we daar straks eventjes kijken. Even kijken hoe de bedrijven van binnen eruit zien. Dat is prima. Peter Siers, je hebt het bedrijf van je vader overgenomen. Wat boeide jou zo aan dit bedrijf? Nou, wat boeide mij zo aan het bedrijf? Het bedrijf is natuurlijk door mijn vader opgericht. En vanaf dat moment dat hij daarmee actief was en wij als jonge kinderen daarmee in aanraking kwamen, is er natuurlijk altijd wel iets dat je dan trekt. En op enig moment kwam de vraag of kwam de aanleiding. Dat mijn broer zei, ik wil het bedrijf van mijn vader niet overnemen. En toen dacht ik van, nou, als hij dat niet wil, misschien is er voor mij een kans weggelegd. En op dat moment gingen alle gedachten, alle aandacht naar mijn persoon juist. En toen had ik aangezegd, ja, dan moet je bezig zijn. Herman Alderlooijs, 20 jaar bij het bedrijf. John Warges, dat is hoofd personeelszaken. Een hele sterke afdeling ook. Dit is Ben Olde Scholtenhuis. Ook na 38 dienstjaren gaat hij eind februari of half februari in de fut. Dit is de boekhouding. Met dames en heren. Dan komt nu Willy Haling, die is als loodgieter binnengekomen in ons bedrijf. Dit is de bedrijfsadministratie, de lastafdeling. Dit zijn de monteurs. De oude grijze staat er zelf bij met de handen in de zaak. Dat hoort ook zo. De afdeling geodesie. Dit is John Marken, directeur van Haco. Arie Moek is de directeur van Tablin. Het bedrijf, hoe lang nog hier, Martin? 33, 34 jaar. Ja. Maar hoe bevalt u dat nou, dat hij de hele dag in huis is? Hij is de hele dag niet thuis. Is hij nooit in huis? Is hij nooit in huis? Nee. Ik ben zijn secretaresse en ik ben zijn telefoniste. Ik ben alles voor hem, maar hij is nooit in huis. Ja, dat klopt ook, want ik had u ook aan de telefoon, ja. Hè, meneer. Was ik, ben plat, de ja. Ik ben de praktisch altijd. Ja, dat zei je. De mensen die bellen, die kunnen s'morgens om 10 uur bellen, zitten bij de koffie. Ja. S'middags een paar vrienden die bij het eten. En na 5:30 dan is hij thuis, dan gaat hij zitten, dan heeft het gehad. Hij blijft druk. Hij blijft druk. Met zijn eigen dingen. En moet hij ook zelf weer. Maar die hebben we ook helemaal geen probleem mee. En we gaan vrij veel samen op vakantie. Ja, dat doen we ook.